Begin juni geven internationale topwetenschappers presentaties over hun baanbrekende onderzoek tijdens de 20e editie van ISCOMS, het International Student Congress of Biomedical Science. ISCOMS is een niet te missen event voor studenten met ambities. Willy Cohn, de arts die het eerste kunstmatige hart ontwikkelde, houdt een boeiend verhaal. En je kunt luisteren naar een lezing van professor Matti Minst, die bezig is met het ontwikkelen van een hersenchip die beschadigde hersenfuncties kan herstellen. Naast inspirerende lezingen en presentaties van internationale topwetenschappers kan je ook spectaculaire workshops volgen, presentaties bijwonen van medestudenten van over de hele wereld en zelfs een live operatie bijwonen. ISCOMS is heel veel toffe workshops. ISCOMS is een goede voorbereiding op de wetenschap. ISCOMS is voor studenten. En door studenten! ISCOMS is gezelligheid. ISCOMS is je netwerk verbreden. En als iets belangrijk is in je leven, is het je netwerk verbreden. ISCOMS is in Groningen, 5 en 6 juni. En nou ja, ik zou gaan. Ik kan niet 5, 6 juli, maar als ik student was, zou ik gaan. Nou, ik hoop dat ik het nu wel... Als je nu niet gaat, ben je gewoon een eikel.